Er wordt in Nederland toch ook aandacht gegeven aan die kwaliteit. Want weet je, er worden hier zelfs festivals georganiseerd van de vergeten groenten. Kijk maar. Hoe ze heten, dat ben ik vergeten. En hoe ze smaken, dat weet ik helemaal niet. Maar hoe komt het toch dat wij die oude groenten helemaal zijn vergeten? Ja, dat komt omdat er aan de ene kant weer ook nieuwe groenten uit Azië zijn gekomen. Zoals tauge en dat soort dingen. Maar dat komt ook omdat de opbrengst van sommige groenten niet genoeg is. En dan worden ze gewoon vergeten. Oude groenten, geeft dat een nieuwe smaak? Nieuwe smaken wil ik niet zeggen. Die smaken bestonden altijd al. Maar bedoel, voor ons nu, zijn dat echt dingen die wij totaal vergeten zijn? Als wij dat nu zouden proeven, dat we denken, wow. Nee, het is alleen een... Dit komt direct van het land. Dus het heeft gewoon een puurdere smaak. De rassen, dat zijn ouderwetse rassen. Dus dat is een beetje meer de belevingskant. Het zijn geen gewone rode bietjes. Nee, kijk, het is een Chogya biet. Daar oogst je ongeveer 10.000 kilo per hectare van. En een moderne biet 40.000 kilo per hectare. Dus deze zijn iets duurder dan een massaal geproduceerde groente. Dus zullen mensen het ook niet zo snel nemen. Dus men kiest toch vaak voor iets goedkopers. Hebben Nederlanders veel interesse in die oude groenten, die vergeten groenten? Het is een leuke curiositeit. Mensen vinden het wel interessant. Maar echt in hun eigen leven inbedden, nee. Het is meer leuk. Oude groenten of nieuwe groenten, één ding blijft, je moet altijd iemand afwassen. En dat was jij dan in dit geval, hè? Ja, maar ja. Ik was daar niet rauw, want het was zeer lekker, moet ik zeggen, daar.